Jongens, ik ben net terug. Oh my god, net terug van de VRT. Super awesome. Vandaag is een heel speciale dag, want de Black Ops 3 beta is uit. We spelen vandaag 6 tegen 6. 10 match op de map. Weet ik veel. Ik heb het spel nog maar één keer gespeeld. Ik ben er fucking beast in. Op de een of andere manier ben ik er gewoon fucking goed in. Maar ik ben exit en ik zou zeggen, jongens, ik heb er fucking veel zin in. Let's go. Hey, hier, met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we Black Ops 3 en ik heb er super veel zin in. Ik heb super veel zin in om dit spel kapot te spelen, tot ik het saai vind, maar dat kan niet, want er zitten zombies in. En ik wil weten of ik voor de allereerste opname een first kill of een first blood ga halen. Dus als we een first kill halen, is dat super awesome, zoals ik net heb gehad. En holy shit, jongens, dit spel speelt fast pace. Als het maar kan. Oh, twee mensen. Oh, shit. Het spel is super fast pace. De health zit precies goed. De guns zijn fucking smooth. Dat zeg je van elk nieuw spel. Elke nieuwe Call of Duty is perfect in het begin. Dus om de een of andere reden vond ik Advanced Warfare ook een super top spel toen het uitkwam. Maar vond ik het naar het einde toch gewoon weer een kut spel. En nu denk ik van Black Ops 3 gewoon weer dat het top spel gaat zijn. En dat het gewoon Call of Duty weer leven in gaat blazen. Maar precies dat dacht ik ook van Advanced Warfare. Wat niet zo was. Want dat spel was gewoon een hoop stront op een bergje gesmeten en het had de naam Call of Duty. Maar ik voel bij deze Call of Duty een link. En ik voel dat ik er MLG Pro ga worden. Eigenlijk niet. En eigenlijk ben ik waarschijnlijk gewoon de normaalste speler ooit in dit spel. Maar kijk, we hebben wel een launcher en niet iedereen kan kills maken met launchers. Maar Acid kan alles. Dus let's go. We maken hier even kill met launcher. Toch niet. Maar ik vind het spel smooth. Het speelt lekker. Het speelt smooth. Het heeft goede graphics. Maar dat heeft elke Call of Duty. Dus eigenlijk is dat gewoon... Die dude is collateral kills aan het halen met zijn gun. We worden allemaal geëlektrocuteerd. Ik snap het spel alleen nog niet zo goed, want er zitten een paar dingen in waar ik de kloten van snap. En als ik zeg ik snap er de kloten van, dan is het echt de kloten. Zoals dit ding, deze sparrow, is een pijl en boog. En dat zou iets heel speciaal... Oh, we hebben een kill. Wow. Die sparrow zou iets heel speciaal moeten zijn waarmee je makkelijk kills kan maken. Maar ik vind het niet zo makkelijk om met een pijl en boog mensen te killen. Daar is er iemand. En we gaan hem proberen te killen met een granata. Get the cover. We hebben een kill met de granaat. Super awesome. Oh my god, ik ben hyped. Ik kom net terug van het nieuws. Daarover komt er binnenkort een vlog online op mijn channel. Super nice. Ik zit hier een nieuwe Call of Duty te spelen die ook super awesome is. En we pakken hier overal kills around the bound. Oh, daar is er nog iemand. En daar... Ik had jeuk aan mijn neus. Snap je dat dit spel mij gewoon weer zin heeft om dagenlang Call of Duty te laten spelen en fucking veel content voor jullie te maken? Het enige waar ik dan bang voor ben, is dat de mensen die geen Call of Duty willen zien het niet leuk gaan vinden. Dus ik ga gewoon goed afwisselen, want ik ben hier dikke kills aan het pakken. Triple kill! Eerst de triple kill van de game. Dit spel speelt zo fucking lekker dat ik gewoon weer zin krijg om mijn kanaal volledig een Call of Duty channel te maken. Maar ik weet zelf ook dat dat niet kan, want ik heb heel veel kijkers die ook houden van andere dingen. Ik ga zorgen voor gevarieerde video's op mijn channel. Ik ga zorgen voor die video's van Call of Duty. En ik ga zorgen voor die video's van porno. En ik ga zorgen voor die films van mijn hoofd die praat tegen een camera. Maar ik wil gewoon dat mensen leren game video's appreciëren. Want het zijn de video's die ik het allerliefste maak. We hebben terug die pijl en boog. En ik wil eerst nog een kill maken met mijn gun. En dan de pijl en boog pakken. En een kill maken met de pijl en boog. Want hier komt er waarschijnlijk iemand. Hello. Hello, mister. Oh, shit. What are you doing, man? Daar zit er iemand. Hello? 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 He killed me right there. En zo ben ik alweer mijn pijl en boog kwijt. Ik denk dat ik verliefd ben geworden op dit spel. Want het voelt nu al zo goed. Het voelt alsof ik dit spel al jarenlang speel. Het speelt zo fucking smooth. De kills komen lekker binnen als gebakken broodjes in december. Holy shit, en het spel heeft zo'n lekkere guns die zo lekker schieten en die volautomatisch zijn. En ik vind het zo'n leuk spel. Dus daarom spelen we nog een potje. Ik heb by the way mijn microfoon gefixt. Ik heb er heel veel superlijm op gelijmd. En nu hangt mijn popfilter er op een hele rare manier aan. Maar hij hangt eraan, dus dat is het belangrijkste. Holy shit, doe zeker een duimpje omhoog op deze video. Want holy shit, ik vind het leuk om te maken. En wow, wow, wow. Amazing. Ja, omdat ik verliefd ben geworden op dit spel, speel ik voor de tweede keer nu met een andere gun. Gun noemt de Razorback. En als er een gun is die Razorback noemt en die volautomatisch is... En die een submachine gun is. En die er echt uitziet als een handbare kettingzaag. Dan ben ik wel verplicht van dit gun te gebruiken in de gunfight. En holy shit, dit gun ziet er wel pittig nice uit. Ik had video gezien op LEA dat dit gun, die Razorback, een van de beste submachine guns is in de game. Dus ik denk dat dit gun wel pittig goed moet zijn. Want oh fuck, ik ben... Nee. Oh fuck, ik ben dood.
Ja. En als LJ zegt dat de gun fucking goed is, dan is het gun gewoon fucking goed en ben je verplicht van het te gebruiken. Dus ik ga dit gun gewoon kapot spelen. En mijn pijl en boog ga ik ook leren gebruiken. Dus gewoon pijl en boog around there. Pijl en boog around there. UAV around here. Pijl en boog daar. Kill Rino. Daar is er iemand. Kan ik die pakken? Oh my god, ik ben zelf gekild. Oké, maar even serieus. Dit spel is fucking mokergeil. Ja, ik zei moker van de hamer. Mokergeil. Kan ik hier fucking veel kills pakken? Ik denk het wel. Ik denk dat ik hier... Nee, ik ben gekild. Ik dacht dat ik daar 15.000 kills kan pakken. Het is zo'n spel die gewoon keihard moet gespeeld worden. En je moet er fucking op freaken. En je moet al je tijd van je leven hier steken. Ik bedoel gewoon dat dit spel moet gespeeld worden in de beta tot het gedaan is. En dan ga ik zelfmoord willen plegen. Want als ik het spel niet meer kan spelen, dan ga ik het leuk vinden. En net als je goed begint te worden in dit spel, is de beta voorbij. En dan had ik mijn leven. En dan heb ik geen leven meer. Wat ik nu eigenlijk ook al niet heb. Maar ik weet wel dat er hier nu iemand gaat komen. En die kill ik. En ik verpest zijn leven. Ja, nee. Oh, shit. Nee. Oh, close around the bounce. Snel nog een paar kills pakken, want de game is bijna gedaan. Kom op. Er zijn hier fucking veel mensen. Let's go. Level 5. Zijn er hier nog allemaal mensen? Er zijn hier nog fucking veel mensen. Ik zie het op de minimap. Hier is er nog eentje. Let's go. UAV, let's go. Let's go. Let's go. Oh my god. What the fuck. Oké, neem snel mijn pijl en boog er ook bij. Gewoon voor de around-bound kills. Kom aan, pijl en boog. We moeten last kill maken met de pijl en boog. Dat moet gewoon. Dat moet. Alsjeblieft. We hebben een fucking random kill gehaald. Ik kan het niet geloven. Hier is er weer een. Oh my god, what the fuck. Oh my god. Als die laatste kill van ons, de laatste kill was met die pijlenboog, zou dat zo gruwelijk mooi geweest zijn. Maar ik, oh, what the fuck. Dit spel is awesome. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ga zoveel mogelijk video's opnemen van dit spel tot de beta gedaan is. Ik ben Acid en ik zou zeggen, tot straks. Ik upload straks gewoon een nieuwe video. Ook Black Ops 3. I don't care. Straks een nieuwe video. Let's go.